Kutheidsabstand. Ja, dat is een hele goede optie. Ja. Wij proberen van hun schaatshoeken te leren. Hoe zij dat doen, ook hoe zij versnellen in de bochten. En wij proberen hun bijvoorbeeld wat meer te trainen met trainingszones, hartslagzones. En ze hebben ze leren fietsen eigenlijk ook nog deze week. Ben je niet bang dat ze de kunst komen afkijken? Nou, daar ben ik eigenlijk niet bang voor. Ik denk dat als wij daar ook weer de goede dingen uithalen, dat wij als Nederland ook weer beter kunnen worden. Are you going to tell everything or are you keeping something secrets to have a good competition later on? I think it's a very short. It's a very very short period of time training here, so I believe that we cannot show everything to the Dutch skaters because it's very, you know, 2 weeks is a bit too short. So. But you do not have to give all your secrets away, eh? Yeah, we're not going to keep all the secrets away. We're going to tell as much as possible. And also, there is something that we'd like to learn from Dutch skaters too. Hoe is het met je Zuid-Koreaans? Ik kan nog niet zo heel veel zeggen. Ik heb één keer, iemand heeft me verteld hoe je hallo moet vertellen, maar dat... Wat is dat? Niet hou, geloof ik, hè? Nee, dat is Chinees. Het Koreaans ben ik alweer vergeten. Dat was nog moeilijker, dus nee, dat weet ik niet meer. Kun je wel communiceren met de Zuid-Koreaanse schaatsters of schaatsers? Nou, er zijn er een paar die wat Engels kunnen en daar red ik me ook wel in. Maar sommigen die kunnen echt geen woord Engels. Dat, handen en voeten, maar meer niet. Hoe vind je het om samen te trainen met misschien wel je toekomstige tegenstanders? We hebben nog niet zo heel veel samen getraind, alleen nu op het ijs. Maar ik vind het leuk om ermee te trainen. Ja, ze hebben toch weer, zij zijn goed in de techniek en daar kan je een hoop van leren. Dus, Vooral de diepe zit, hè, daar zijn ze goed in. Ja, dat klopt. Ik zat daarachter en dacht, ik moet nog een stuk zakken. Het is eigenlijk het is vorig jaar begonnen. Eerst dat er een Zuid-Koreaanse coach in Nederland kwam. En nu hebben we dit. En zo moet het een beetje gaan groeien, ook richting Olympische Spelen. En misschien dat wij dan als Nederland dan daar ook ter plaatse een aantal voordeeltjes hebben. Die ons weer naar Olympisch succes kunnen helpen.